Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor Mystery Beer. Ik ben een tijd op vakantie geweest. Al de reviews die je hiervoor hebt gezien zijn eigenlijk allemaal reviews die al een hele tijd geleden opgenomen zijn. Maar ja, op vakantie geweest, bijna 3 weken en geen reviews opgenomen. Leuke vakantie gehad, maar het is nu weer tijd voor Mystery Beer. Ik heb er nog 2. Deze er komt nog van Thijs, dit is de laatste van Thijs en dan krijg ik er nog eentje van Mark van Zeeland. En kan hij zo? Dus dan is het aan jullie of jullie nog meer mystery beer op mijn kanaal willen zien, ja of nee. En zo niet, komen er gewoon andere reviews. En ik heb genoeg in petto, maar vandaag dus nog mystery beer van Thijs. Heel benieuwd. Mooi ingepakt met aluminiumfolie met mijn naam daarop. We gaan het even openmaken. Wat is Mr. Beer? Ik blijf het elke keer uitleggen, maar jullie weten vast wel wat het is. Ik ga proberen te raden wat er in het flesje zit. En aan de hand van de kleur, de geur en de smaak. En de stijl, het percentage, land van herkomst, eventueel brouwerij. En ik ga zeggen wat ik ervan vind. En dat is het hele concept. Dus we gaan hem eerst gewoon even openmaken. Het is nog ongeveer 20, 25 minuten uit de koelkast. Heel klein sisje. Ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. Een hele lichte kleur. Wat zou dit kunnen betekenen? Dat zou een saison kunnen zijn, bijvoorbeeld. Qua kleur, een IPA misschien. Het is geen lager of iets wat daarop moet lijken. Een beetje licht donkergeel, donkergeel hazy. Hele kleine witte schuimkraag. Oeh. Heel fruitig. De schuimkraag is al bijna weg eigenlijk. Heeft een beetje een zuurtje in zich. Als ik zo zou ruiken, zou ik zeggen een Berliner Weisse of een Gosse. We gaan hem even proeven. Proost, Thijs. Ja. En qua smaak heeft hij dat ook. Ook een de kenmerken van een Berliner Weisse of een Gosse. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar welke brouwerij dit dan zou moeten zijn. Want Thijs heeft heel veel van Jopen gestuurd. Wat van Leffen. Ik weet niet of Jopen eigenlijk. Ja, die doen we volgens mij wel Berliner Weisse. Ik weet niet of die ooit ook wel een gozer gemaakt hebben. Beetje droog, maar heel fruitig, drinkt echt super makkelijk weg. Is denk ik een beetje zo rond de 4%, 4,5%. Heeft niet iets waterigs over zich. Dus ik denk dat het een Berliner Weisse is. Niet het ziltige en zoutige van een Gosse. Een heel klein zuurtje, heeft iets van limoen. Een beetje sinaasappelachtig iets. Beetje mandarijntjes. Een beetje citrusvruchten. Die kant op een beetje.
Drinkt echt super gemakkelijk weg. Hij is echt wel lekker, echt een mooie zomers bier. Het was vandaag echt wel weer is lekker weer. Was in mijn vakantie wel iets anders. Ja, ik vind hem echt lekker. Wil je weten wat de score is? Ga even naar Untappd. Maar wat voor brouwerij is het dan? Dat is dan de grote vraag. Het is een, denk ik, een Berliner Weisse van 3,5-4% van, ja, ik denk wel van Nederlandse bodem. Ik denk niet dat die open is, want ja, er staat niks op het dopje. Maar wie het dan wel zou moeten zijn, was echt een hele goede vraag. Geen idee. Ik heb echt geen idee. Rock City? Ja, ik zeg maar altijd geen idee. We gaan gewoon even openmaken. Ik zie het nu al. Wat de brouwer is. Aan de vorm van het flesje. Nou, dan weet je wel genoeg. Zeker als Thijs het zuurt. Het is toch een gosse. 5% inderdaad van Jopen. Aprigosse. En Leipzigergosse. Ingrediënten zijn water, tarwe, gerst, haver, gist, hop, korianderzaad, zeezout en zeebier. Dat zoutige haalde ik er niet uit. Ja, van Jopen dus 5%. Zeg eens nog iets over de bier. We mixed up this gosse with a lovely batch of apricots. Hij is wel fruitig, maar dat haal ik er ook niet uit. Er zit eigenlijk een TAT op. Oh, maart 2022. Fruity, very refreshing. Bring on the summer. Ja, leuk bier. Maar ik kende deze dus echt niet. En ja, het dopje staat dus geen Joop op. Anything but boring. Ja, een brouwerijfout percentage, ja, net aan niet goed. Ik heb wel gossen gezegd, maar ik ging toch voor de Berliner Weisse. Maar het was dus toch een gossen. Helaas, helaas. Hierna nog dus één mystery beer van Mark. En dat is het dan voorlopig. Tenzij jullie wat op gaan sturen natuurlijk. Linkjes voor mijn social media vind je onderaan de video. Dus als je contact met me opneemt, dan moet je dat even via de linkjes doen. Zijn de mystery beers op, dan gaat er geen review komen op zaterdag. Dan komen op zondag de Black IPA's, die nu ook al aan de beurt zijn, aanstaande morgen. Dus deze komt op zaterdag online. Morgen komt er ook weer een Black IPA online. Dus dan gaan we gewoon verder met de Black IPA's op zondag. Dan wordt het een BIPA zondag, zoals die ook al nu heet. Thijs, hartstikke bedankt voor de mystery beers. Ze waren echt leuk. Deze ook echt lekker. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. En ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer. Cheers.